Yo mensen, Groen van 1.nl met vandaag een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met, yes, eindelijk de weekly video tegen Matty. Een kleine throwback wat het idee is van deze video. Ik ga er 2 doen en Matty gaat er 2 doen. Dan gaan we allebei een weekly spelen en je moet je spelers erin zetten die 2 icons. Wat dus echt waarschijnlijk heel slecht kan zijn. Degene met de minste winst moet ze discarden. Stel je voor, je krijgt een Eusebio die hartstikke goed is, maar toch een Inzaghi. Want Inzaghi is echt fucking slecht. En ik haal minder winst dan Matty, dan moet ik me Vieira discarden. Ja, echt een slecht kut idee, mensen. Ik weet het. De icons die ik dus heb zijn Maldini en Kluivert. En daarmee gaan we dus de Weekend League in. En als ik meer winst haal dan Matty, moet hij zijn icons discarden. Let's go. Nou heb ik zeker de betere icons. Hij heeft voor mij Shearer en Van der Sar. Dus het mag op zich geen probleem zijn. En ja, daar ga ik niet vanuit dat het probleem is. De vorige video dat ik met zo'n hele Weekend League deed, vonden jullie echt heel leuk. Super veel likes, super veel views. Dankjewel daarvoor. Als we deze video weer de 4000 likes gaan halen, zou het super top zijn. Dus doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden als je deze video's leuk vindt. En laten we dan gelijk maar beginnen met de allereerste pot. Ja, en in de allereerste game kwamen we tegen dit team. Een beetje een matig team om heel eerlijk te zijn. Hier moet ik toch wel kunnen winnen. En we komen ook al gauw op 1-0 door Cristiano Ronaldo. En ook op 2-0. Echt lekker gekeept dit. Echt uitstekend. Goed hoor. En ook de 3-0 door een cornertje. Echt die corners zijn echt een partij overpowered. Echt niet normaal. En daarna rage quit mijn tegenstander. En gaan we 1-0 in de Weekend League. Yes, 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 yes. Nog maar 29 keer winnen. En ik ga gewoon 30-0. Het is ongelooflijk. In de tweede pot kwam weer een prima team. Het team wordt langzamerhand wel wat beter. Op een 1-0 voorsprong door Ronaldinho. Lekker zeg. Ronaldinho trouwens, absoluut geen fan van. Is wel echt gewoon een legend. Hij is gewoon echt legend. Maar op FIFA, ja. Ja, nee. Maar dan dit moment even. Oh mijn god, Ronaldo wipt de bal op en boom! Wat schiet hij die bal lekker binnen. Ongelooflijk, 2-0. Mijn tegenstander scoorde nog de 2-1, maar dat maakte geen reet meer uit, want we wonnen. En zo gingen we dus 2-0 in de Weekend League. In de derde pot kwamen we opnieuw tegen een matig team. Ja, als alle teams zo blij, vind ik het prima. Vind ik het helemaal goed. Ja, dan hoor je mij zeker niet klagen. En we kwamen op een lekkere 1-0 voorsprong door Kluivert met een heerlijk schot. We kwamen op 2-0 door Schmikkel Neymar. Op 3-0 door Neymar. 4-0 door Vieira. En ja, hoe is dit een ping... Lol. Hij maakte 1-4 uit de pingel. Ja, jammer. Mensen, wat we hier zien is een typisch geval van high quality FIFA. Ja, ja, dit is echt top. Fantastisch. Echt uitstekend. Uiteindelijk scoren we wel de 5-1 door opnieuw Kluivert. Een van onze 2 icons. Nou ja, we hebben meer icons. Maar een van de 2 icons die we nu nieuw hebben. Natuurlijk Kluivert en Maldini. En dus gaan we 3-0 in de Weekend League. Echt uitstekend begin. Beter kan niet. Ja, je kan niet beter gaan dan 3-0. Ja, je kan wel 4-0 gaan. Maar met 3 potjes kan je niet beter gaan dan 3-0. Dus uitstekend. In de vierde wedstrijd komen we volgens mij tegen een fan van de flashback kaarten. Ik weet het niet helemaal zeker. Ik denk het gewoon. Dit is namelijk het account van Raymond van Barneveld. En oeh, Barney. Oeh, wat heb ik over jou gelezen, man? Oeh, oei, oei, oei. Oh, nee, nee, nee. Ik heb eens vernomen dat na dit enorme debakel, hij zichzelf opgesloten heeft. En in plaats van gaan darten, is hij constant FIFA gaan doen. En dat is ook te zien. Want ik kom op 1-0 achter. 2-0. 3-0. En ik was hier zo boos. Ik zat met Matty in de call. En ik was echt zo boos. Ongekend. Maar je weet, als je boos bent, dan laat je jezelf op om beter FIFA te gaan spelen. En zo kwam ik ook 4-0 achter. Echt quality goal. Echt goed. En daarna krijgt hij nog 1 kans. En ja, ongelooflijk. Wat een ongelooflijk. Oh, jongen, echt. Diep en diep triest. 3-1 in de Weekend League. En ik had hierna even een kleine pauze nodig. Hey mensen, Mark hier van Nines, die met vandaag weer een nieuwe FIFA video. Ja, oh mijn god, ik upload weer FIFA. Ik weet het, ik ben zo origineel in variatie van content. Duimpje omhoog op deze video zou ik enorm waarderen. Yeah, we kunnen weer door. En waar we in de vierde pot tegen een flashback fan kwamen, komen we in de vijfde pot tegen een echte Champions League kaart fan. Ja, die hebben gewoon een hele upgrade. Echt super nice. Ik denk dat hier wel duidelijk wordt waarom ik Ronaldinho gewoon kut vind. Kijk, zo'n paas, hoe kan je dit geven? Ik snap het gewoon. Ik snap het gewoon niet. We komen uiteindelijk wel door en we geven een lekkere voorzet. En check deze omhaal. Echt zo jammer dat deze bal niet inging. Echt, ik baal echt. Dat was echt een wereldgoal geweest. Zeg maar, in deze staat van FIFA. Aan het begin van FIFA was het natuurlijk een normaal doelpunt geweest. Maar nu, wereldgoal. We komen daarna wel door dezelfde Ronaldo met 1-0 voor. En dan krijgen we hier een pingel. De bal zit hier niet eens in de buurt. Het is echt ongekend. Het is echt... Wat? Dit is echt ongekend. En echt, zo sportief als ik ben. Onterechte pingel. Dus ik mis hem ook gewoon. Tuurlijk, maar doe ik ook niet moeilijk over. Ja, zo werkt het gewoon. We komen er nou wel op 2-0 Ronaldo. In de 74e minuut geven we ook een pingel weg. Ja... Ja, veel penalties. En sowieso de komende potjes wel aardig wat penalties. Hij maakt hem wel, staat het 2-1. Daarna scoren wij nog wel de 3-1. Dat is, ja, lekker. Echt, even die marge, mensen. En dan krijgt hij een pingel, maar dit kan niet. Zoom even in. Dit is er 100% buiten. Hallo, waar is de VAR als je hem nodig hebt? Dit is niet binnen de 16. Het is er buiten. Wat een onzin. Ongelooflijk. Hij scoort hem wel 3-2, maar daar blijft het bij. En daardoor gaan we 4-1 in de Weekend League. Yes. In de zesde pot kwamen we tegen een team met Messi. Ja, 4-4-2. Ja, ik weet niet wat ik moet verwachten van teams die 4-4-2 spelen. Denk van, ja...
Waarom? Waarom? In de eerste helft gebeurde helemaal niks, maar in de 47e minuut kregen we gelijk al een penalty. Hoe is... Hoe geef je in die vorige pot voor een bal die buiten 16 is een penalty en hier niet echt... Maar letterlijk een minuut later, mensen, check deze aanval. Heerlijk aanvalletje over meerdere schijven. Uiteindelijk fantastisch voor zich op Ronaldo en die kopt helaas op de paal. Baal ik van. Ja, vind ik jammer. Vind ik echt heel jammer. Daarna scoort zijn Messi de 1-0. Daarna maakt Ronaldo nog wel de 1-1. Dat is lekker. Maar hij scoort dan al vrij snel weer de 2-1. Uiteindelijk krijg ik een smikkel corner. En ja, corners. Ik blijf het zeggen. Echt overpower. Echt overpower. 2-2 Kluivert. En dan weet je, dan gaan we richting de verlenging. Hij krijgt al één kansje. Echt net voor het eind. En ja, maar ja, dan hoef ik op zich niet zo bang voor. 4-2 in de Wicked League. In de zevende wedstrijd kwamen we tegen Sexy Beast. Sexy Beast. En deze pot was vrij makkelijk. Want we kwamen snel op 1-0 door Kluiver. 2-0. Lekker balletje breed. Helemaal niks mis mee. Hij scoorde toen wel de 2-1. En trouwens, ik zeg wel hij. Maar misschien een Sexy Beast FC willen zij. Het maakt niet uit. We komen daarna op 3-1. Kluivertje komt echt zwaar op stoom. Daarna denkt hij, ik heb er genoeg van. Rage quit. En we gaan 5-2 in de Wicked League. In pot nummer 8 komen we tegen een Premier League team. En ja, Premier League teams. Ja, kom op. Ja. Is het gewoon niet helemaal meer. We komen 1-0 voor de Ronaldo. Dan heeft hij ineens, ja, ik weet niet, zeg maar wat de Ibra eerst was. De flashback Ibra is nu de flashback Sturridge ineens geworden. Hij scoort de 1-1 met Sturridge. En hij scoort ook de 1-2 met Sturridge. Dan komen we wel op 2-2 dankzij Vieira. Dan op 3-2 door Ronaldinho met zijn links. Heerlijk goaltje. Dan krijgt hij een corner, maar hij heeft alleen Aguero voorin. Ze kan natuurlijk nooit... Oh, maar goed. Kan dit nou? Die vent is letterlijk 1-60. We gaan dus verlengen in de 107e minuut. Kom ik op voorsprong. Ik score hier en ja, dan staan we dus 4... Wat... Hoe kan je nou een penalty geven op het moment dat ik score? Wat is dit voor onzin? Nou, zou je zien dat ik deze penalty mis? Ha, geprankt. Hij gaat erin. Dus gaan we 6-2 in de Weekend League. Dan de volgende wedstrijd. We hebben weer een quizje. Ja, wie staat erin? Oké, ja, het is Ibra. Sorry, dat was de vorige Weekend League 4. Sorry. Ik haal het even door elkaar. We krijgen in de 7e minuut echt al gelijk een penalty. Echt... Ja. We komen er dan wel op 1-0 voorsprong door een corner en 2-0. Ja, je gelooft het niet. Een corner. Dan in de 66e minuut krijgen we eindelijk een penalty. Maar uiteindelijk komen we op 3-0. En zo winnen we ook deze wedstrijd. 7-2 gaan we echt lekker bezig. Gaat echt goed. Maldini is gewoon echt een hele sterke linksback. En ja, Kluivert is gewoon prima. Niet heel goed, maar gewoon prima. In de 10e wedstrijd komen we weer een team 3-4-2-1. Wie speelt in deze opstelling? Echt, wat? En dit team, wat is dit? We komen 1-0 voor. En dan heeft mijn tegenstander genoeg van. Hij lief. We gaan gewoon 8-2, mensen. Wat is dit lekker? Wat is dit goed? Dit is mijn 11e tegenstander zijn team. We komen op 1-0 voor door Ronaldinho met een heerlijke volley. Dan maakt Frenkie de Jong de 1-1. Wat? We komen er dan wel voor. 2-1 door Cristiano Ronaldo. En dan heb ik een kleine zoektocht. De vraag is, waar is mijn verdediging? Eén ding is zeker, niet bij Sturridge. En dan staat er 2-2. Echt, hoe kan hij zo vrij zijn? Ik snap het gewoon. Ik snap er helemaal niks van. Na 3-2 door Cristiano Ronaldo. En dan de 35e minuut. Ja, gaan we spelen neer. Maar dit is natuurlijk echt geen penalty. Oh, ja, dit wel. Oké, is goed. We scoren de penalty. Uiteraard, ja, ik ben een fucking legend. En zo gaan we 9-2 in de Weekend League. Echt mensen, als je dit zo ziet, dan moet het toch eigenlijk wel dat we elite gaan halen. Het kan eigenlijk niet anders. En dan moet had hij gewoon zijn eigen discarden. Wat zou dat lekker zijn. In de volgende wedstrijd komen we weer tegen een niet heel goed team. Ja, eigenlijk gewoon ja, een kut team. Ja, ik zeg het liever niet, maar het is wel zo. We komen met 1-0 voor door natuurlijk Ronaldo. Die vent is zo goed, zegt ongekend. Dan 2-0 door een heerlijk doelpuntje van Neymar. Hij scoort nog wel de 2-1 met Gevoet. Met een Gevoet. En mensen, bekijk even wat hier gebeurt. Maar dit is wel echt... Ik kan er niet eens met mijn woorden bij wat hier gebeurt. Echt, hij krijgt die bal zo vaak mee. En ik krijg die bal niet weg. En ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Er zit nog een panna tussen. En, oh jongen, bij dit soort momenten denk ik echt van, ja, ik wil niet echt een gat in mijn tafel slaan. Maar ja, dat heb ik al best vaak gedaan. Dus op het moment dat ik er nu nog één keer op sla, valt waarschijnlijk mijn tafel in twee. En dat moet het natuurlijk ook niet hebben. Uiteindelijk, komt hier wel, ja, de 2-2 uit. Maar Neymar staat op en scoort de 3-2. Hartstikke lekker. Dan gaan we 10-2 in de Weekend League. 10-2. Wat, echt fantastisch. Dan de wedstrijd daarna komen we tegen Fix Shooting. Fix it now. Ik ben een NAC-fan, want hij heeft een NAC-logo en zijn teamnaam is Fix Shooting. Nou, zoals je kan zien, kan hij misschien beter zelf leren om überhaupt op doel te schieten. Maar je kan wel zeuren op shooting, maar als jij gaat ragequitten terwijl je 3-0 achter staat en geen één schot op goal hebt gehad, dan zou ik toch eerst proberen zelf op doel te schieten. Maar neem niet weg, tegenstander weg. 11-2. 11-2, wat lekker. Maar als je eenmaal lekker gaat in de Weekend League, kom je natuurlijk ook tegen betere teams. En het kwamen we ook in dit potje, ja, wel een aardig team. Die manager heeft wel wat weg van Mark, als ik heel eerlijk ben. Kan ook aan mij liggen. In ieder geval begon het niet zo lekker, want Militao kreeg ineens herpes. Ja, jammer. En daarna komt Hazard de bal binnen. Fantastisch doelpunt, echt. Werelds goed spel, love it. Daarna verdedig ik niet al te best en wordt het ook nog eens 0-2. Toen was ik vrij boos, werd het 0-3, ook 0-4. Voor rust zelfs ook nog 0-5. Maar toen, ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik had ineens in mijn mindset van... Ik wil mijn eigens gewoon niet discarden. Ik ga nu gewoon voor die comeback.
Dus epische muziek. En we gaan ervoor. En het ging gelijk lekker. Want voor rust kregen we zelfs de 1-5 nog op het scorebord. Maar hij scoorde na rust de 1-6. Was ik echt helemaal klaar mee. Dus ja, toen ben ik geliefd. En nu ga ik 11-3 in de Wicked League. In pot nummer 15 kwamen we tegen dit best wel goede team. Ja, ik was ook nog wel een klein beetje boos om eerlijk te zijn. We kwamen wel op 1-0 voor door Cristiano Ronaldo. Helaas maakte hij daarna de 1-1 met Messi. Het was een soort battle tussen Ronaldo en Messi deze wedstrijd. Ongelooflijk. Daarna kom ik op 2-1 door een heerlijk goalje van Ronaldo. Een lekker aanvalletje. Helemaal niks mis mee. Maar toen ging het echt volledig fout. Hij scoorde op 2-2, want ik liep met mijn keeper. Ik dacht, hij gaat ver hoek schieten. En ik werd gewoon echt volledig geprankt. Daarna maakte hij met Messi de 3-2. Toen ging dus 11 om 4 in de Wicked League. En ik stond gewoon fucking 11 om 2. En deze 11 om 4 is gewoon echt slecht, terwijl 11 om 2 echt goed is. Oh, echt verdrietig. In de wedstrijd daarna kwam ik tegen Last Game. Dit was zijn laatste potje Wicked League. Nou, tenminste, zo heet zijn team. Dus dan weet je, hij gaat alles geven om te winnen. Hij had de lichtste Wicked League kaart. Ja, daar mag ik natuurlijk niet van verliezen, want die 83 in. Nou. En het ging ook zeker lekker. We kwamen op 1-0 voor. Daarna op een 2-0 voorsprong door Kluivert. Hij scoorde de 2-1. Maar dat maakte mij geen ene reet uit. Ik scoorde de 3-1. En daardoor wonnen we deze pot. 12 om 4. Niet goed, niet slecht. Gewoon decent. Maar ja, ja, of ik nog op koers zit voor elite wordt lastig. Maar ja, ik heb wel eens raardere dingen gedaan. Dit was mijn volgende tegenstander, zijn team. Met Ibra in de spits. Ja, het zal ook eens niet. Het begon ook echt ongelooflijk. Ik kwam 0-1 achter door Michael fucking Owen. Wie gebruikt hem? Maar mensen, ik wil even een samba muziek op de achtergrond. Want dit is de Ronaldinho show. We kwamen op 1-1 door Ronaldinho. Daarna op 2-1. Door Ronaldinho. We kwamen op 3-1. Door Ronaldinho. En daarna 4-1. Ja, je raadt het al. Ronaldinho. Daardoor gaan we nu 13 om 4. Kijk, en langzaam begint dat vertrouwen toch weer terug te komen, mensen. Langzaam begint het terug te komen. Dit is mijn volgende tegenstander team. En ja, dat was gewoon een kutpot. Ik verloor 5-3. Ja, ja, echt. Hij bracht Ibra er weer in. Die scoorde er weer 2 in de verlenging. Echt scheidsziek word je ervan. 13-5 in de Wicked League. In pot 19 kwamen we tegen een heel oud team. Nee, het is nieuw. Het is nieuw. We kwamen op 1-0 voor door Ronaldo. Ronaldo. Toen scoorde hij de 1-1. Ik zeg trouwens altijd hij. Misschien is het een zij. Sorry, laten we denken. We gaan ervan uit dat het een zij is. We komen 2-1 door Kluivert. Zij maakte 2-2 met Sonaldo. Ja, ongelooflijk. Echt Sonaldo, echt goed. Ik moet zeggen, zij klinkt toch wel moeilijk. Maar oké. Okay. Daarna komen we in de verlenging op 3-2 achter. Door weer Sonaldo. Echt. Oh, hoofdpijn van die gast. Ongelooflijk. Maar we scoren 3-3 met Rashford. En dan denk je, we gaan richting de penalties. Nee, nee, nee. Want daar is Kluivert met de 4-3. Let's go. En dan gaan we dus 14-5 in de Wicked League. 14-5. Elite is nog steeds mogelijk. En Matt haalt sowieso geen elite. Dus dan heb ik gewonnen. Let's go. Pot nummer 20. Jongens, de quiz is er weer. Wie staat er in de spits? En het is niemand minder dan Bas. Wat? Bas? Nee, grapje. Zlatan, tuurlijk. Het is gewoon Zlatan. Het is gewoon Zlatan. We komen op 1-0 voor door Cristiano Ronaldo. We komen op 2-0 voor door Neymar. We komen op 3-0 door Kluivert. In de 38e minuut. Haha, rookkaartje. We gaan 15-5. Oeh jee. Yeah. Pot 21. We hebben weer een quizje. Wie staat er in de spit? Het is niemand minder dan Kante. Ja, uitstekend. Ja, leuk dit. Echt leuk, Koen. Echt lachen. We geven een heerlijk voorzetje op Neymar. Bad timing, maar dat maakt hem niet uit. De bal vliegt binnen. We staan 1-0 voor. Dan wordt het 1-1 door Aids. Komen we 1-2 achter door Aids. En uiteindelijk staat het 4-1. Ben ik er helemaal klaar mee. En lief ik deze pot. 15-6. Hierna komen we tegen... Ja, we gewoon een aardig team. We komen op 1-0 voor door een corner. Echt, corners OP. Ongelooflijk. En 2-0. Echt, check dit even. Oh mijn god. Net op de lat. Echt zo jammer. Maar daarna Ronaldinho. En ja, de doelen en technologie. Goal, no goal. Het is een goal. Ja, dank u, dank u. 2-0. En zo winnen we ook deze pot. 16-6, mensen. 16-6. Dit team is matig. Ik score hier de 4-5 uit een corner. Ik win en ik bespaar jullie 8 eerdere age goals. Ja, dank je. Geen dank. 17-6. Pot 24. Spitsquiz. Ah, ja, het is niet leuk meer. Het is Zlatan. Oké. Het is gewoon Zlatan. We komen 1-0 voor de Ronaldo. We komen 2-0 voor de Ronaldo. Het wordt 1-2. Het wordt 2-2. Zlatan. Leuk. Zlatan. Leuk. We komen 3-2 achter. Ja. Het wordt 3-3 de Ronaldo. En hij maakt dan de 4-3 met Leen van Nistelrooy. Echt. Leuk. Echt leuk dit. Leuk spel. Goed spel dit. Leen van Nistelrooy. Top. Echt fantastisch. Leen spelers. Fantastisch. De wedstrijd daarna komen we tegen dit team. We komen 1-0 achter. Kak. Dan wordt het 1-1. Een fantastisch doelpunt. Wereld. Wat ben ik toch een ongelooflijk goede FIFA-speler. Daarna maakt hij de 2-1 in de 80ste minuut. En dan verliezen we. 17-8. In pot 26 komen we tegen dit team. We komen 1-0 voor. We komen 2-0 voor. En dan is de tegenstander er helemaal pestpleurig klaar mee. En hij gaat weg. 18-8. Deze tegenstander heeft een aardig team. We komen weer op 1-0 voor. Door Ronaldo. Echt. Besef even hoe vaak Ronaldo scoort in zijn Wicked League. Jongens, ik geef 20 euro weg aan degene die als eerst naar mij Instagram DM. En mijn Instagram is Koen, K-O-E-N. Hoeveel
goals Ronaldo heeft gescoord in deze video die te zien zijn. Want ik heb natuurlijk een paar doelpunten, dus kan je ook misschien niet zien. Maar hoeveel goals te zien zijn. Degene die als eerste goed heeft, krijgt 20 euro PSN kaart of Xbox. Wat je wil. Via Ik Wil Te Goed. Leuk. Ga naar ikwiltegoed.nl voor je tegoedkaart. Neymar scoorde 2-0 en hij ragequit. En zo gaan we 19-8. Het is wel, ja, ik kan geen elite meer halen. Maar op zich, voor de rest, gaat het wel prima. Als je allemaal nog wint, ga ik 20-8. Is gewoon goed. In de tweede en laatste pot komen we tegen een goed team. Gewoon goed. Gewoon een aardig, prima team. Komen 1-0 achter door Eusebio. Niet heel blij mee. 2-0 komen achter door een rebound. Boe, boe. Boe. We komen op 2-1 door Neymar. Echt, ja, ik voel het helemaal komen. Maar ja, toen maakte hij de 3-1 met Son. Ronaldo is weer terug. Echt mijn nachtmerrie. We scoorden de 3-2 met Cristiano Ronaldo. En toen was het comeback time. Nee, maar ik verlies gewoon eigenlijk. En ja, ga ik 19-9. Nu wordt het toch wel pittig. En ik hoop dat ik nog kan winnen van Matty. Maar het wordt wel lastig. De ene laatste wedstrijd komen we tegen een spits die ik nog niet gezien in deze Weekend League. Maar het is Ibrahimovic. Het is, ja, ik weet niet waar die vandaan komt ineens. We komen op 1-0 voor de Militao. Dan maak hij de 1-1 met... Je raadt het niet, Ibra. En dan spoelen we heel ver door. Naar de penalties. Ik mis. Hij mist. Ik score. Hij scoort. Ik mis. Hij mist. Ik score. Hij scoort. Dit is echt zwaar irritant, Koen. Echt, what the fuck. Kijk, ik wil even niet meer hetzelfde. Ik wil niet dat we het weer hetzelfde doen. Oké. Ik mis. Hij scoort. Godverdomme, ik verlies. Kutzooi. Ah, we verliezen. En dan gaan we nu 19-10. Oh mijn god, ik moet de laatste pot wel winnen. Anders heb ik geen goud 1. Dan heb ik oprecht maar het slechtste weekend ooit. Dus ik moest even mijn best doen. Het was op dit moment echt 3 uur 's nachts of zo. Op zondag. Het was vrij laat. In de laatste pot komen we tegen dit team. Ja, oh, meen je dit? Oh. Oh, no, no. We komen op 1-0 voor. Door een omhaal met Kluivert. Dan maakt hij een hele mooie 1-1. Ja, moet ik wel eerlijk zijn. Mooi doelpunt. Dan krijgt hij een ping waarvan ik denk van ja, die bal was al geschoten. En daarna trap ik hem dood. Ja, dat maakt op zich niet zoveel uit. De bal was op zich al geschoten. Dus kom op, je hoef je geen ping over te geven. Maar de scheidsrechter geeft hem wel en hij scoort eruit de 2-1. Janken. Dan krijgen we in de 78e minuut nog een mega kans met Vieira. Maar die schiet op de lat. Ook in de 70e minuut krijgen we nog een erg grote kans met Rashford. Maar die krijgt hem ook niet binnen. En zo verlies ik ook deze pot. Wat triest. En ik kan jullie vertellen dat jullie waarschijnlijk de video van Matty al gezien hebben. Zo niet, gaan we nu kijken. Heb je hem gezien? Ja. Oké. Okay. Ik heb verloren. Dus ik moet nu mijn icons discarden. Maldini en Kluivert. Ja, Maldini is gewoon decent. Maar echt niet gezien. Kluivert, ja, is eigenlijk niet goed genoeg. Maar ja, ik heb toch al 400k per stuk aan uitgegeven. 800k in totaal. En ik moet ze nu discarden. Ik zou ze op de markt willen zetten, maar ja, ze zijn untradable. Dus ja, dat is geen mogelijkheid. Mensen, ondanks dat ik deze Ajax heb gediscard, ja, vervelend. Hopelijk dat jullie deze video leuk vonden. Vond je deze video leuk, dan zeker een duimpje omhoog. En als je deze weekly video's leuk vindt, laat het dan zien. 5000 likes zou helemaal top zijn, dan ga ik het misschien vaker doen. Helaas heb ik deze keer aan het korte eind getrokken. En ben ik nu de Sjaak, moest ik discard. Jammer. Abonneer zeker op mijn kanaal als je dit leuk vond. En dan hoop ik jullie te zien bij een nieuwe video. Soe, mensen, ik zeg de groeten. Doei!